bij Robin's Kitchen. En in mijn... Yo iedereen, welkom bij Robin's Kitchen. Je staat er weer veel te dichtbij, joh. Verrek. Sta ik nu goed? Ja, je staat nou goed. Yo iedereen, welkom bij Robin's Kitchen. En dit is mijn eerste aflevering. Vandaag gaan we meteen lekker van start. We gaan vandaag een kiplasagne maken. Ik hoop dat jullie van kip houden, want anders ben je hier aan het foute adres. We gaan dus geen magnetron lasagne maken of een gehakt lasagne. En ja, laten we maar meteen beginnen. Laten we beginnen met de ingrediënten die je nodig hebt om dit recept in elkaar te flansen. Uien en knoflook. Kipfilet. Kruiden. 3 blikjes gesneden tomatenblokjes. Bolognese saus. Sojasaus. Sriracha saus. Lasagnebladen. Jonge kaas. Mozzarella. Ongezouten roomboter. Bloem. En melk. Begin eerst met het snijden van de uitjes. Ik zelf vind het fijn om ze wat grover te snijden, maar het is zelf wat je eigenlijk lekker vindt. Het is niet erg om te huilen, hoort er allemaal bij jongens. Als je hiermee klaar bent, ga je verder met de knoflook. Ik doe deze niet in een knoflookpers, omdat als je het zometeen in de pan aan gaat fruiten, de kans groter is dat het verbrandt. En wanneer de knoflook in kleine blokjes gesneden is, dan geeft deze wat meer smaak af. Ga verder met het snijden van de kip. Zorg dat je van tevoren de kipfilet goed schoonmaakt door middel van alle zeentjes en viezigheid eraf te halen, zodat je alleen een schone kipfilet overhoudt. Snijd deze vervolgens in hele kleine stukjes. Totdat je ongeveer zoiets hebt. Wanneer de knoflook, de uitjes en de kip gesneden zijn, is het tijd om deze aan te gaan fruiten en te bakken. Dus let's go! Doe eerst een scheut olijfolie in de pan en laat deze goed heet worden. Doe vervolgens de uitjes en de knoflook erbij en laat deze aanfruiten tot ze goudbruin zijn. Doe dan de kipfiletstukjes erbij en laat deze goed gaar bakken. Zorg ervoor dat je alles goed door elkaar roert en dat de uitjes of de knoflook niet op de bodem blijven liggen en aanbranden. Doe dit totdat het er ongeveer zo uitziet. En dan is het tijd voor de kruiden. 1 eetlepel oregano of oregano. 1 eetlepel basilicum. 1 halve theelepel Italiaanse kruiden. Roer het even goed door elkaar. Een halve theelepel zout. Peper. Een halve theelepel chilipoeder.
voor de pittigheid. Het is maar net aan jezelf of je hem pittig wilt hebben of niet. Dus je kan er ook niets in doen. Of wat meer. Doe er ook wat kipkruiden bij. En hussel dit vervolgens weer goed door elkaar. Doe vervolgens de gesneden tomatenblokjes erbij. Wanneer je dit goed hebt gemengd, is het tijd om de bolognese saus erbij te gaan doen. Mix dit vervolgens ook weer goed door elkaar. Doe er een paar toefjes sriracha saus bij. Sojasaus. Oké, en wanneer dit lekker aan het pruttelen is, dan is het tijd om even te proeven. Proeven is het allerbelangrijkste. Want als je niet proeft, dan weet je ook niet wat je maakt. Smakt. We gaan er nog een beetje chilipoeder bij doen, want naar mijn mening is het nog niet pittig genoeg. Dus dat doen we even een beetje. Een heel klein beetje. We doen er nog een beetje zout bij, want daar mag wat zouten. En een beetje kipkruiden kunnen nooit kwaad. En we doen er ook nog een klein beetje sojasaus bij. Dat is voor de... voor de smaak. Wanneer deze klaar is, gaan we verder met de bechamel saus. Let's go. Let's go, yeah, let's go. Yeah, let's go. Okay, let's go. Okay, let's go. Okay, let's go. Dan is het tijd voor de bechamel saus. Doe 50 gram ongezouten roomboter in de pan op een laag vuurtje en laat deze smelten. Vergeet niet de saus nog even goed door te roeren af en toe. Neem 50 gram bloem en doe deze beetje voor beetje bij elkaar en mix deze goed door de boter heen. Wanneer je alle bloemen bij hebt gedaan, moet het er ongeveer zo uitzien. Doe vervolgens de melk erbij, scheutje voor scheutje, en meng deze goed door elkaar. Doe dit totdat je een glad papje hebt. Ik heb, ik denk, iets minder dan een liter gebruikt voor dit recept. Dit is meer wat je op het oog moet doen. En als hij te dun wordt, kan je altijd nog een beetje bloem erbij doen. En als hij te dik wordt, kan je altijd nog wat melk erbij doen. Breng op smaak met peper en zout. Ik weet niet waar de shot van de zout is gebleven, maar die zit er wel in. Doe er ook een beetje kaas bij, voor de smaak. Laat de kaas goed smelten. Als je hiermee klaar bent, verwarm dan de oven voor op 175 graden.
Smeer een ovenschaal in met olijfolie, zodat deze goed vet is. Je mag ook zonnebloemolie gebruiken, dus je mag geen massageolie gebruiken. Doe vervolgens een klein laagje saus op de bodem. Doe hier vervolgens de lasagnebladen op. Weer een laagje saus. Smeer deze laag in met de bechamel saus. Verdeel dit goed zodat de bechamel saus overal aanwezig is. Doe hier een laagje kaas overheen. En ga weer verder met de lasagnebladen. Je kan hem eigenlijk helemaal zelf indelen hoe je zelf wil. Maar dit is mijn favoriete manier om het te doen. Weer de bechamel saus en de kaas. Doe hier weer lasagnebladen overheen. En doe het laatste beetje van de saus en de bechamel saus en de kaas erbij. En maak het af met de mozzarella op de bovenkant. Oh yeah. Deze zal in de oven lekker zacht gaan worden en de bechamel saus wordt knapperig. We zijn klaar met het koken, dus het is tijd om op te scheppen en op te eten. Als jullie dit eens konden ruiken. So good and tasty. Hopelijk gaat dit in één keer goed. Dus zoals jullie zien is het helemaal niet moeilijk om een recept zoals deze in elkaar te zetten.
Het kost heel even de tijd, maar het is eigenlijk zo gedaan. What? Ik hoop dat jullie er wat van geleerd hebben, of dat jullie er een beetje inspiratie uit hebben gehaald. Als je dit een leuke video vond, laat dan een duimpje achter of een reactie hieronder. En abonneer natuurlijk, en dan zie ik jullie de volgende keer weer. Bye bye!